Goedemorgen iedereen, welkom op dit webinar. Ik hoop dat iedereen mij goed kan verstaan. Goed, ik ben Laurent van de Support. Straks zal mijn collega Philippe, die ook bij mij in de Support zit, u meer uitleg geven over de boekhouding. Dit webinar wordt opgenomen, u krijgt morgen een link doorgestuurd. Ik heb u gisteren ook normaal gezien een mail gestuurd, waarin dat ook de handleiding meegestuurd werd en ook de link naar de vervolgopleidingen. Ik wil daar graag nog even op terugkomen. Er zijn vervolgopleidingen gepland op deze opleiding. Dus boekhouding gevorderden, overdracht en ook debiteurenbeheer. Dus ik zal straks ook nog een keer de link in de chat zetten. Je kan vragen stellen via de knop Q&A, dat je onderaan kan zien, of via de chat. En indien nodig stoppen we even de uitleg om verdere uitleg te geven. Ik ga ook live meevolgen en ook uw vragen beantwoorden, dus aarzel niet om deze vragen te stellen. Moest je na het webinar ook nog extra vragen hebben of extra bedenkingen of wat dan ook, kan je ook altijd een mail sturen naar ons gekend e-mailadres support@vinistsoftware.be. Ik geef nu het woord en de controle aan Philippe. Ja, goedemorgen. Na het inloggen in Venice, dan komt u in het hoofdmenu terecht. Dat is het scherm dat we op dit ogenblik ook zien. In dit hoofdmenu heb je verschillende onderdelen. Links heb je het hiërarchisch overzicht, dat is dat gedeelte met de witte achtergrond. Bovenaan met de blauwe achtergrond, dat is het lint. En het lint bestaat uit verschillende tabbladen, dat zijn deze blokjes hier bovenaan. Tijdens het werken in Venice gaan we eigenlijk vooral werken onder start- en basisgegevens, dus de eerste tabbladen. Alles zit eigenlijk een beetje logisch gegroepeerd. Dus wat samen hoort, ga je ook samen zien staan onder één tabblad. En elk tabblad is weer opgedeeld in een aantal groepen. Dus zo zie je bijvoorbeeld in de groep start, is er een groep boekhouding. En alle boekhoudkundige functies zitten eigenlijk hieronder gegroepeerd. Voor de mensen die ook facturatie hebben, de facturatiefuncties zitten ook allemaal onder in eenzelfde groep. Er is ook een Venice-knop, dat is deze knop die je hier links bovenaan ziet. En die verbergt eigenlijk vooral een aantal parameters en gebruiksinstellingen om de mogelijkheid en ook de mogelijkheid om afdrukken te maken. Dus in verschillende modules heb je ook steeds deze Venice-knop. Het overzicht links, dat bestaat altijd, het hiërarchisch overzicht heeft altijd een hoofdpad. Dat is waar ik nu op gepositioneerd sta, exact C-Logic. En dan is er in principe één dossierkast, een datamap. Een datamap bevat eigenlijk de verschillende dossiers. Nu, bij mij is er maar één dossier, dus een dossier dat is zo'n heel mapje. En onder het dossier tenslotte het vierde niveau, dat is het boekjaar. Uiteraard kunnen er ook hier weer verschillende boekjaren gemaakt worden, maar ik heb hier in mijn dossier maar één boekjaar. Dus de datamap die kan eigenlijk verschillende dossiers bevatten. Elk dossier is eigenlijk een op zich staande boekhouding met een eigen klanten- en leveranciersbestand en eigen algemene rekeningen en dagboeken en zo verder. Dus je kan eigenlijk met één Venice-installatie de boekhouding van verschillende bedrijven gaan bijhouden. Het rechtergedeelte van het hoofdmenu van Venice, wat je hier ziet, dat is een groepering of een verzameling van tegels. En elke tegel heeft specifieke informatie. Zo kan je in de tegelversie bijvoorbeeld zien met welke versie van Venice je op dit ogenblik aan het werken bent. En je kan, indien dat niet de meest recente is, ook altijd de download van de nieuwe versie hier opstarten. Er zijn ook tegels die informatie geven over onder andere de btw-aangifte, de intracommunautaire opgave, de klantenlisting, de overdracht van uw dossier, hoe het daar precies mee gesteld is. Dus de bedoeling is eigenlijk om in het hoofdmenu van Venice al onmiddellijk heel wat informatie mee te geven over het geselecteerde dossier, dus dat u in één oogopslag kan zien van hoe zit het precies met de aangifte in het dossier, hoe zit het met de overdracht, wat met de jaarrekening als u over die module beschikt, wat heb ik precies ingevuld in de firmagegevens. Dus het dashboard is eigenlijk een overzicht dat u in één, dat u onmiddellijk heel wat informatie geeft. Oké, dus die informatie over het hoofdmenu en
Wat u precies allemaal kunt doen, dat vindt u in hoofdstuk 2 van de PDF-cursus die u normaal gezien ook ontvangen heeft. Misschien ook nog een keer bijvermelden dat de plaats waar u links gepositioneerd staat in het overzicht zal ook in grote mate bepalen welke acties u kan opstarten vanuit het hoofdmenu. Dus als we bijvoorbeeld op de dossierkast zelf staan, dan gaan we geen klanten of leveranciers kunnen opstarten, omdat klanten en leveranciers steeds horen binnen een bepaald dossier. Dus ik moet eigenlijk het dossier geselecteerd hebben vooraleer toegang te krijgen tot deze modules. Onder het tabblad Start dan hebben we de boekhoudkundige modules, dus de aankopen, de verkopen, financieel en diverse, dus de documenten. En deze modules zal je maar kunnen opstarten als je op een boekjaar gepositioneerd staat. Dus ik ga me links op 2022 positioneren. En dan pas krijg ik toegang tot de boekingsmodules, omdat elk document ingegeven wordt binnen de context van een boekjaar. Daarom moeten we eigenlijk eerst dat boekjaar ook gaan selecteren. Goed, ik heb in de testomgeving al een dossier gemaakt. Misschien toch nog een keer nuttig voor de mensen die het dossier nog moeten aanmaken in Venice, hoe dat precies verloopt. Dus dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 3 van het PDF-document. Dus een dossier aanmaken ga je natuurlijk niet elke dag moeten doen. Vandaar dat het ook een beetje verder in de structuur terug te vinden is. Dus onder het tabblad, deze even kleiner zetten, onder het tabblad beheer in de groep dossier, hier heb je de mogelijkheid om een nieuw dossier aan te maken. U ziet dat er ook een overname beschikbaar is. Dat is voor mensen die eigenlijk vanuit een ander pakket komen. Die kunnen eigenlijk een bestaand dossier ook automatisch laten overnemen vanuit deze applicaties. Maar wij gaan eigenlijk een volledig nieuw dossier maken. Dus knop nieuw. Dan vult u de map en de naam in van uw nieuw dossier. Dus bijvoorbeeld gewoon test. De naam stelt hij initieel gelijk. Heeft de keuze tussen onderneming of VZW. Dus dat is onder andere van belang voor de frequentie van de B2-aangifte. Bij VZW zal die automatisch op geen gezet worden. En ook zal ook een aangepast rekeningstelsel zijn. Bij de aanmaak van een dossier, misschien ook nuttig om te weten, heb je de knop extra. En daarmee kan je eventueel gegevens overnemen uit een dossier dat iets bestaat. Dus ik heb de mogelijkheid om een bestaand dossier te selecteren. En dan kan ik ook selectief bestanden gaan overnemen uit dat dossier. Dus je zou kunnen zeggen van ik ga de klanten en de leveranciers overnemen uit een dossier dat ik eerder al heb aangemaakt. Of ik wil bijvoorbeeld ook de boekhoudkundige rekeningen, het rekeningstelsel, overnemen. Dan is dat perfect mogelijk. Dus dat u bij de aanmaak van een nieuw dossier eigenlijk gegevens gaat overnemen uit een dossier dat u vroeger al heeft aangemaakt. In plaats van selectief bestanden over te nemen, kan u ook een kopie maken. Dan heb je hier tussen de keuze selectief of kopie. En met kopie maak je eigenlijk een nieuw dossier dat een volledig identieke kopie is van een reeds bestaand dossier met alle boekjaren en ook alle boekingen die gebeurd waren in het origineel dossier. Dus dan maak je eigenlijk een volledige kopie. Nu, dat is bij ons nu niet meer nodig. Wij hebben eigenlijk al ons dossier waarmee we zullen werken. Maar het is wel handig dat u weet dat die mogelijkheid er is om bestanden over te nemen uit een bestaand dossier. Eenmaal het dossier aangemaakt is, dan zullen we voor dat dossier ook moeten parameters invullen. Dit is op dit ogenblik ook al gebeurd, maar we zullen die parameters toch even overlopen. Die bevinden zich onder het tabblad basisgegevens en in de groep algemeen. Dus de eerste groep hebben we de instellingen met daaronder de parameters van het dossier. Eerst en vooral zullen we kunnen kiezen welke opties van Venice we gaan gebruiken in dit dossier. Dus dit werd voor dit dossier ook al vastgelegd. Wij gebruiken eigenlijk enkel de basisoptie van de boekhouding. Is eventueel uit te breiden met onderliggende opties, zoals de betalingoptie, de module vaste actief of beheer van vaste activa. Je kan bijvoorbeeld ook de module SEPA Direct Debit gaan bijkomend aanschaffen onder de boekhouding. Maar vandaag gaan we ons eigenlijk beperken tot enkel de basisoptie en de facturatie gebruiken we niet. Dus deze optie of opties zijn ook niet actief. Afhankelijk van de opties die geactiveerd werden, zijn er dan ook meer of minder parameters in te vullen. Hier hebben we enkel algemene parameters en ook parameters die specifiek zijn voor de boekhouding. Dus we gaan die ook even overlopen. Dus ik dubbelklik op de algemeen basisoptie parameters.
En dat zijn zo algemene instellingen die eigenlijk zowel bij de facturatie als bij de boekhouding gebruikt worden. Eenmaal die parameters bevestigd zijn, zijn er ook een aantal bij die achteraf niet meer kunnen gewijzigd worden, zoals de dossiermunt en het aantal decimalen. Dat is een eenmalige keuze en is achteraf niet meer wijzigbaar. Dus we gaan eigenlijk hier gaan bepalen in welke munt we de boekhouding gaan voeren met het aantal decimalen. Dus we hebben gekozen voor euro met 2 decimalen. Verder hebben we ook de huidige Belgische btw-tarieven. Dus die staan ingesteld op de 0, 6, 12 en 21%. Dat zijn de huidige tarieven. Je hebt hier ook de mogelijkheid om meerdere tarieven of meerdere reeksen te voorzien. Dus je kan altijd een nieuwe reeks gaan invullen. En dan geef je bij de bestaande reeks op tot welke datum die tarieven geldig zijn. Natuurlijk, die tarieven wijzigen niet zo vaak, dus je hoeft daar eigenlijk ook niet telkens nieuwe reeksen gaan toevoegen. Het is ook belangrijk dat je altijd alle bestaande tarieven laat ingevuld. Laat ook al gebruiken die niet allemaal, want dat is natuurlijk ook van belang voor de btw-aangifte in uw dossier, dat alle tarieven gedefinieerd staan. Tabblad andere. Hier hebben we in eerste instantie het blanco dagboek toelaten aangevinkt. Dus je kan eigenlijk documenten gaan inschrijven in het blanco dagboek. Ik kom straks ook nog terug op het gebruik van de dagboeken. De financiële korting staat ingesteld op 10 dagen. Dus dat betekent in feite, als je een document maakt met financiële korting, dat die klant dan 10 dagen tijd heeft om factuur te betalen. Zo niet kan je in feite geen gebruik meer maken van de financiële korting. Dus deze termijn kan eventueel ook worden aangepast. Verder heb ik hier ook bankrekeningnummers in IBAN-formaat aangevinkt. Dat zorgt ervoor als je in een klant- of leverancierfiche een traditioneel Belgisch rekeningnummer ingeeft, dat Finis dat automatisch gaat converteren naar een IBAN-nummer. Dus dat is ook wel handig dat het actief staat. Extra telefoontypes die hebben we op dit ogenblik niet nodig. Het lijstje met standaard telefoontypes is eigenlijk al redelijk uitgebreid. Dus we gaan op dit ogenblik geen extra types nodig hebben. Oké. Dan overloop ik ook even de parameters die specifiek zijn voor de boekhouding. Dus ook weer dubbelklikken. En ook hier zijn er eigenlijk een aantal zaken. Ik heb die eerder al ingesteld voor het dossier, die achteraf niet meer kunnen gewijzigd worden. Dus de klassegroepen die staan goed voor een Belgische boekhouding. Dus klasse 1 tot en met 5, dat zijn de balansrekeningen. Kosten en opbrengsten, resultaatrekeningen, dat is dan klasse 6 en 7. Dus eigenlijk hoef je daar verder niks meer aan te wijzigen. Tweede tabblad, de prefixen. Dus hier vindt u de prefixen voor klanten, voor leveranciers en voor de verschillende types van financiële rekening. Dus er zijn 4 types, namelijk deposito's, banken, postchecks en kassen. En elk type heeft een eigen prefix. Die prefixen die worden eigenlijk gebruikt om automatisch een grootboekrekening te koppelen aan elke klant of leverancier. Dus als je straks een klant gaat maken en die klant heeft als nummer 48, dan gaan Finis daar eigenlijk een grootboek grootboekrekening aan koppelen die begint met 400, dan een aantal nullen en eindigend op 48. Dus elke klant krijgt eigenlijk automatisch een grootboekrekening op basis van de prefix, het nummer en een aantal tussennullen. Dus voor leveranciers is dat ook zo. Elke leverancier krijgt eigenlijk een grootboekrekening die begint met 440, dan een aantal nulletjes en dan eindigend op het nummer van de leverancierfiche. Dus voor banken hetzelfde principe. Dus elke bankrekening krijgt een grootboekrekening die begint met 55, een aantal nulletjes en dan het nummer van de bankrekening. Dan btw-rekeningen. Dat zijn deze rekeningen die gaan voorgesteld worden op aan- en verkoopdocumenten straks. Dus bij aankopen heb je wat meer rekeningen. Bij verkopen heb je slechts 2 btw-rekeningen mogelijk. Ja. Wat hier belangrijk is, is de BTW-groep, want die BTW-groep is eigenlijk de koppeling tussen de rekening zelf en het vak van de BTW-aangifte. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de 4110, die heeft als BTW-groep 20, dat zie je in de fiche van die rekening. En die 20 is dan ook weer gekoppeld aan vak 59 van de BTW-aangifte. Dus die BTW-groep zorgt ervoor dat alle bedragen op die rekening eigenlijk in het juiste vak van de aangifte zullen terechtkomen. Dus Finis zal bijvoorbeeld ook niet toelaten dat u hier een rekening invult
met een verkeerde BTW-groep. Dus dat moet een rekening zijn met groep 20 in dit geval. Want anders zou uw BTW-aangifte uiteraard ook niet kloppen. Verder, bij boekingen heb je ook een aantal rekeningen die gaan gebruikt worden voor het automatisch wegschrijven van afrondingsverschillen, van koersverschillen en betalingskortingen, dus telkens voordelig en nadelig, dus kost en opbrengst. Bij andere, wat hier belangrijk is, is de frequentie van uw BTW-aangifte. In ons dossier is dat bijvoorbeeld een driemaandelijkse aangifte. Het kan ook een maandelijkse aangifte zijn. Of als u niet BTW-plichtig bent, dan zet u hier de frequentie van de BTW-aangifte op geen. Ook voor de intracommunautaire opgave kan u per dossier de frequentie gaan instellen. Ik zie daar ook de veldjes afwijking, aankoop en verkoop. Die staan standaard steeds op 0,10 en 2%. Dus er zijn twee kolommen. De eerste kolom is eigenlijk bedoeld voor het automatisch wegboeken van het verschil. En de tweede kolom is voor het wegboeken van het verschil met nabevestiging door de gebruiker. Dus veronderstel, je hebt een verkoopdocument geboekt en die klant betaalt. Maar die klant betaalt iets te weinig, maar het verschil is eigenlijk minder dan 0,10%. Dan zal Venice bij het boeken van uw financieel automatisch het verschil wegboeken als betalingskorting. Is het verschil bijvoorbeeld 1%, dat is een waarde gelegen tussen deze twee kolommen, dan gaat aan de gebruiker eerst gevraagd worden van oplet, ik heb hier een verschil tussen de betaling en de originele verkoop van groter dan 0,10%, mag ik dit boeken als korting? Dus de gebruiker moet dat nog een keer expliciet bevestigen. Is het verschil tussen de betaling en het originele verkoopdocument groter dan 2%, dan blijft het verschil sowieso openstaan. Dan kan het niet geboekt worden als korting. En hetzelfde systeem heb je ook voor de aankoopdocumenten. Bij de vervaldagen staan de termijnen ingesteld standaard op 0,30,60,90. Dat is uiteraard van belang voor de afdruk van het vervaldagboek. Dus documenten die nog niet vervallen zijn, staan in een kolom. Documenten die minder dan 30 dagen vervallen zijn, die komen in een aparte kolom. Documenten die tussen 30 en 60 dagen vervallen zijn, die gaan dan nog in een aparte kolom komen. En ja, dan heb je nog de documenten die tussen 60 en 90 en meer dan 90, dus die hebben telkens een apart kolommetje. Deze termijnen worden ook gebruikt bij de berekening van de rappelgraad. Dus een document dat vervallen is, zal aanleiding geven tot de rappelgraad van graad 1. En is het document, verkoopdocument meer dan 30 dagen vervallen, dan kan er een rappel van graad 2 gegenereerd worden. Is het document dan meer dan 60 dagen vervallen, dan kan je een rappel van graad 3 of in het geval van 90 dagen rappel 4 genereren. Uiteraard kan je ook deze termijnen anders instellen als je de rappels sneller op elkaar wil laten volgen. Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor 0, 15, 30 en 45. Deze parameters kunnen trouwens ook nog steeds achteraf gewijzigd worden. Enkel de klassegroepen en de prefixen die zijn achteraf niet meer wijzigbaar. Goed, het volgende puntje gaan we even kijken naar de eigen firmagegevens. Dus elk dossier heeft een fiche met eigen firmagegevens, dus ik ga de parameters even sluiten. Die firmagegevens vindt u ook terug onder basisgegevens in de groep algemeen, onder de instellingen en dan de eerste keuze hieronder zijn de firmagegevens. Ja, voor de mensen die op meevolgen zijn in de PDF, nu zitten we bij hoofdstuk 5, het invullen van de eigen firmagegevens. Dus voor dit dossier heb ik dat eerder ook al ingevuld. Je kan uiteraard ook altijd de firmagegevens gaan wijzigen met het potloodje of Ctrl-E. En dan zijn de velden opnieuw wijzigbaar. Dus terug opslaan is dan Ctrl-S of de diskette. Mijn dossier... De naam ervan, Venice Boekhouding, dus daar vul je de unieke naam in van uw dossier. Je kan daar eventueel ook een rechtsvorm gaan kiezen vanuit een tabel en die hierop geven. Heeft u een grafisch bestand met het firmalogo van uw dossier, dan kan je dat hier eigenlijk gaan opzoeken en dan gaan
linken. Het logo wordt dan ook hier zichtbaar onder het tabblad identificatie van uw firmagegevens. Verder hebben we adresgegevens van uw bedrijf. Dus je kan de postcode gaan zoeken via een tabel. En dan wordt de gemeente en landcode en landnaam automatisch ingevuld. Er zijn communicatiegegevens, dus je kunt een telefoonnummer opgeven van uw bedrijf, gsm-nummer en zo verder. Dus dat is het standaard lijstje met telefoontypes. Er staan er een paar bij die al wat verouderd zijn, maar het lijstje is al redelijk uitgebreid. Verder kan je ook een e-mailadres en website van uw eigen bedrijf gaan opgeven. En dan de links voor sociale media. Wat ook belangrijk is hier in die firmagegevens, dat is uw eigen ondernemingsnummer. Dat zal uiteraard van belang zijn voor de correcte werking of voor het correct kunnen opstellen van de BTW-aangifte van uw dossier. Verder kan je ook bankrekeningnummers van uw eigen bedrijf gaan invullen. Dus ik geef een voorbeeldje. U ziet hetzelfde nummer trouwens ook onderaan staan in de statuslijn. Dit is nu een gewoon Belgisch traditioneel rekeningnummer. Dus ik heb dat zelfs zonder formatering ingegeven. Als ik dan tab dus druk, dan ziet u dat Finis dat eigenlijk automatisch gaat omzetten naar een IBAN-nummer. En ook de bijhorende BIC-code wordt dan automatisch ingevuld. De overige veldjes die zijn allemaal voorzien, maar niet van belang voor de werking van het programma. Zo kan u gegevens van het kinderbijslagfonds gaan ingeven, van de verlofkas, ongevallen. Dat is natuurlijk niet essentieel, maar je hebt wel de nodige velden indien u dit wil invullen. Er is maar één fiche met firmagegevens per dossier. Dit sluit ik weer af. Dan kijken we even naar de dagboeken of de journalen. Dus als we Finis gaan gebruiken en straks documenten gaan inboeken, dan gaan die documenten terechtkomen in een bepaald dagboek of een journaal. En we maken in Finis eigenlijk een onderscheid tussen de gewone dagboeken. Die vindt u hier onder basisgegevens, roep algemeen dagboeken. Deze dagboeken worden eigenlijk zowel gebruikt in het facturatiegedeelte als in het boekhoudkundige gedeelte. Maar er zijn ook dagboeken die enkel gebruikt worden in de boekhouding. En deze dagboeken die zitten eveneens onder basisgegevens, maar dan in de groep boekhouding. Dus ik zit hier meer achteraan in de structuur. En daar heeft u de knop financiële dagboeken. Ja. Dus we starten even met de gewone dagboeken. En dat zijn de dagboeken van het type aankoop, verkoop en diverse. Ja, ook hier heb ik eigenlijk al een aantal dagboeken aangemaakt in mijn dossier. Dus een nieuw dagboek creëren, dat kan u doen met de knop helemaal links of Ctrl-N vanuit de module dagboeken. Dus klik even op nieuw. En dan zal u eigenlijk eerst het type moeten kiezen. Dus u kan, heeft de keuze tussen aankoop, verkoop en divers. Dan heeft u de code in, dat is eigenlijk de afkorting van uw dagboek. Hier wordt de naam opgevraagd in Nederlands en het Frans. Dat is ook parametreerbaar. Als u bijvoorbeeld enkel in Nederlands werkt, dan zou u de Franse omschrijving kunnen uitschakelen. En verder geef je aan of dit dagboek actief gebruikt wordt. Dus ja, in de regel is dat ook het geval. En voor welk type documenten. Dus ik kan eigenlijk een dagboek maken dat zowel facturen als kredietnota's kan bevatten. Of u kan ook aparte dagboeken maken voor de facturen en voor de kredietnota's. Dus u vinkt eigenlijk aan wat hier van toepassing is. Ik zal u misschien eerst even tonen hoe u de omschrijving in de verschillende talen kan regelen. Dat is via de Finis-knop en dan heb je instellingen parameters. Bij mij staat omschrijving Nederlands en Frans aangevinkt. Als ik enkel Nederlands hier activeer... En bij de aanmaak van een nieuw dagboek zal ik dan enkel de Nederlandse naam moeten invullen. Dus ik heb eigenlijk al twee dagboeken gemaakt voor de aankopen, twee voor de verkopen en eentje voor de diverse boekingen. Waarom heb ik er twee gemaakt voor de aankopen? Omdat wij eigenlijk gaan werken met een apart dagboek voor de facturen. Dus dit dagboek is enkel toegelaten voor de facturen. En een tweede dagboek is enkel toegelaten voor de kredietnota's. Dus wij maken eigenlijk een aparte nummering of een apart dagboek voor de facturen en voor de kredietnota's. Zo heb je ook een aparte nummering voor de documenten. Dus de kredietnota's worden eigenlijk apart genummerd, omdat de nummering per dagboek verloopt. Dus idem voor de verkopen. Daar heb ik een dagboek gemaakt voor de facturen met code VKF.
En een tweede dagboek heb ik gemaakt voor de kredietnota's, VKC. Enkel toegelaten dus voor kredietnota's. Mijn divers dagboek heeft de code DIV gekregen. En in dit dagboek is het de bedoeling dat we ook zelf boekingen kunnen uitvoeren. Vandaar is het veldje manuele boekingen aangevinkt. Je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een dagboek te maken van type diverse, waarin enkel automatische boekingen gebeuren. Bijvoorbeeld een dagboek dat enkel gebruikt wordt voor de BTW-afsluiting. In dat geval ga je dan manuele boekingen kunnen afvinken. Dus het eerste type, de gewone dagboeken, dat is enkel de aankopen, verkopen en diverse. Uiteraard kan u zoveel dagboeken aanmaken als u wil, maar wij hebben op dit ogenblik eigenlijk voldoende met de dagboeken die er nu zijn. Om een dagboekfiche te bekijken, is eigenlijk, ja, het is heel intuïtief in Venice, dus het oogje is bekijken van een bestaande fiche. Als je iets wil wijzigen aan een dagboek, dan klik je op Ctrl of op het potlood-icoontje of kies je Ctrl-E. En zo kan je ook bepaalde velden nog gaan aanpassen in je dagboek. Wenst u een dagboek op te zoeken? Ja, hier zijn er natuurlijk nog niet zoveel, maar je kan ook werken met de zoekfunctie. Schrappen is ook duidelijk. Ja, dat zal enkel mogelijk zijn als er nog geen boekingen zijn in het dagboek. Je kan ook een nieuw dagboek aanmaken op basis van de reeds bestaande fiche. En dan klik je op de knop dupliceren. Dus bij dupliceren kom je in een nieuwe fiche terecht, maar die nieuwe fiche bevat eigenlijk al de gegevens van je bestaande fiche. Dus dat is eigenlijk om snel een nieuw dagboek te kunnen maken. En uiteraard kan je ook een dagboekfiche gaan afdrukken. Dus dat kan zowel op het scherm naar de printer of naar het bestand. Dus ik toon even op het scherm. En zo krijg je de informatie van je dagboek te zien in de vorm van een afdruk. Deze eerste functies die ga je eigenlijk in heel veel modules van Venice zien terugkomen. Dus nieuw bekijken, wijzigen, opzoeken, schrappen, dupliceren en afdrukken. Dat ga je bijvoorbeeld ook bij klanten of bij leveranciers zien. Zal je ook bij de andere functionaliteiten van Venice zien. Goed, dan kijken we ook even naar de financiële dagboeken. Dus ik sluit de gewone dagboeken af. En eveneens, dus onder basisgegevens in de groep boekhouding, vinden we de financiële dagboeken terug. Ook hier heb ik er eigenlijk al een paar aangemaakt. Dus om een nieuw financieel dagboek te maken, klikt u op de knop Nieuw terug, dus Ctrl-N. We zitten in een nieuw financieel dagboek en hier zal je ook moeten een keuze maken voor het type. Dus we hebben vier mogelijke types: deposito, bank, postcheck en kas. Waarschijnlijk zal u meestal gebruik maken van bank of kas. En dan ga je eigenlijk iedere keer de code opgeven van uw financiële instelling en de omschrijving. Dat is de volledige naam eigenlijk. Dat kan je hier voluit schrijven of kan je ook weer werken met de afkorting. Voor een bankrekening is dan de bedoeling dat je hier ook effectief het rekeningnummer zal invullen. Daar gebeurt een controle op en Venice zal dat ook weer omzetten naar een IBAN-nummer. Voor bankrekening kan je ook een uitbreidingszone invullen. Dus dat voor ING is dat bijvoorbeeld de aardcode om eigenlijk te zorgen dat uw bankrekening uniek blijft. U kan de adresgegevens invullen voor uw financiële instellingen en dan communicatie, dus hoe dat je die mensen telefonisch kan bereiken of via e-mail. Boeken, daar hebt u het veldje voorstel, daar komen we verder in deze cursus nog op terug. Gebruik, dus standaard is de status van uw financieel dagboek normaal. Als u na verloop van tijd niet meer gebruikt dat dagboek, kan je het buiten gebruik plaatsen en dan best met niet meer zichtbaar in zoeklijst. Zo blijven de boekingen op je financieel dagboek behouden, maar zal je eigenlijk geen nieuwe boekingen meer kunnen uitvoeren op dit dagboek, omdat de status buiten gebruik is. Je kan voor een bankrekening ook instellen of dat het rekeningnummer moet afgedrukt worden op je rappels die je verstuurt naar klanten. Dus daarvoor vink je dit veldje aan. Het is trouwens ook wettelijk verplicht om minimum één van je eigen rekeningnummers te vermelden op de rappels. Dus er moet wel één dagboek zijn waarvoor dat veldje aangevinkt is. Ook hier kan u uiteraard zoveel financiële dagboeken aanmaken als u zelf wil. Dus we hebben voldoende met een bankrekening of een rekening van het type bank en een rekening van het type kas.
Wenst u de dagboeken te bekijken? Dus zoals dat past bij de gewone dagboeken, dan gebruiken we Ctrl-L of bekijken. Iets wijzigen in de fiche, doen we met Ctrl-E. Ook weer opzoeken, schrappen, een duplicaat maken of een afdruk maken van het financieel dagboek. Dat blijven eigenlijk dezelfde functies als daarnet bij de gewone dagboeken. Bij de basisgegevens hebben we naast de dagboeken ook de klanten en de leveranciers. Dus die vindt u ook terug onder basisgegevens in de groep algemeen. Dus ik start even de klantenmodule op. Er zijn ook hier al een tweetal klanten. Een nieuwe klantfiche maken doe je ook hier weer met Ctrl-N of nieuwe fiche. De klantenfiche, daarvan zal de tab identificatie altijd zichtbaar zijn. De andere stukken van de klantfiche, die kan je door navigeren met de schuifbalk aan de rechterzijde. Of u kan ook deze tabbladen gebruiken die je hier ziet. Dus in een nieuwe fiche moet ik uiteraard wel eerst de naam invullen vooraleer ik kan navigeren door die andere tabbladen. Misschien een bestaande fiche even wijzigen. Dus we hebben de unieke firmanaam van de klant, ook de rechtsvorm, dus dat kan BVBA zijn of een andere rechtsvorm, die kies je hier. Elke klant kan ook een unieke alias hebben, dat is een alternatieve code waarmee die klant ook kan opzoeken en terugvinden. Dus vanuit documenten kan je de klant zoeken op basis van de naam, op basis van het klantnummer, maar ook via de alias. Dus ik zal hier even de alias van de klant, dat kan bijvoorbeeld de naam van de winkel zijn die u hier invult. Dan adresgegevens, ja, dus het spreekt ook voor zich, dat is adresgegevens van uw klant. U kan ook de standaard contactpersoon invullen, dus wie dat je best kan bereiken bij die klant. Communicatiegegevens, dus telefoon, e-mailadres van de klant. Even invullen. Links voor sociale media, dus het ondernemingsnummer van de klant, de bankrekeningnummers van de klant, dus je hebt tot 3 bankrekeningnummers die hier kunnen ingevuld worden. Onder tabblad document, dus zo kan je bijvoorbeeld hierbij per klant gaan instellen wat de betalingstermijn is. Dus bijvoorbeeld 30 dagen na factuurdatum, of zoveel dagen na einde van de maand, of na einde volgende maand. Als de facturen bijvoorbeeld contant betaalbaar zijn, dan vult u in 0 dagen na factuurdatum. Afhankelijk daarvan zal automatisch ook de vervaldatum in documenten bepaald worden. U kan bij de klant ook al instellen dat die klant kan genieten van een bepaald percentage financiële korting, voor 2% financiële korting. Als hij dan binnen de 10 dagen betaalt, mag hij eigenlijk automatisch 2% financiële korting afhouden. Dus dit veldje wordt dan eigenlijk automatisch ook meegenomen in de verkoopdocumenten van deze klant. Goed, boeken, voorstel, factuur, kredietnota, daar komen we straks nog op terug. Ook de klantenfiche kan de status normaal hebben buiten gebruik of met waarschuwing. Met waarschuwing zal ik bijvoorbeeld gebruiken in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld de klant heeft zijn laatste factuur niet betaald en bij het ingeven van een nieuw document wil je daarvan op de hoogte gebracht worden. Dan geeft de klantfiche de status met waarschuwing en kan je in de infoblok die gekoppeld is aan die status, daar kan je dan bijvoorbeeld invullen, oplet, de klant heeft de laatste factuur niet betaald. Het moment dat je dan die klant selecteert in een verkoopdocument, dat zal automatisch de inhoud van de infoblok als pop-up op je scherm getoond worden. Dus dan ben je op de hoogte van, ja, moet opletten bij gebruik van deze klant. Koopt die klant niet meer, dan schrap je best niet zomaar de fiche, maar kan je de fiche buiten gebruik gaan plaatsen. En ook hier combineer je dit best met niet meer zichtbaar in zoeklijst. Dus als je dan vanuit een verkoopdocument een klantfiche opzoekt, dan zal die klant Cully Cadeau niet meer in de lijst met te selecteren klanten staan. Oké, ik denk dat dat het belangrijkste is voor de klantenfiches. Dus uiteraard kan je ook hier weer de klant gaan bekijken met het oogje. Iets wijzigen doet u dan ook weer met het
pennetje of het potlood. Opzoeken vanuit de lijst doe je met opzoeken, dan schrappen, wat gaan we eigenlijk in de regel niet zoveel gebruiken. Een duplicaat maken of een afdruk maken van de fiche. Dus dan zie je eigenlijk de volledige klantenfiche op het scherm of kan uiteraard ook naar de printer. Leveranciers, dat zal eigenlijk heel gelijkaardig verlopen. Dus ik sluit deze module even af en we gaan naar basisgegevens leveranciers. Ja, ik heb er hier ook al een aantal aangemaakt. Dus uiteraard is het ook weer met de knop nieuw. Wat ik dat pas nog niet verteld heb, de aanmaak van klanten en leveranciers, dat kan heel gemakkelijk op basis van het ondernemingsnummer. Dus ik zet nu in een nieuwe leveranciersfiche. Onderaan in de statuslijn of de blauwe lijn, dan ziet u dat er eigenlijk hier een firmanaam of een heldig EU-ondernemingsnummer verwacht wordt. Dus als we even een ondernemingsnummer invullen. Ja, dus formatering hoeft eigenlijk niet echt. Ik kan gewoon de cijfertjes van het ondernemingsnummer invullen en ik druk dan taptoets. Dan zal automatisch via een webservice de gegevens van uw klant of leverancier worden opgehaald. Dus ik heb nu eigenlijk ons eigen nummer gebruikt. De firmanaam wordt ingevuld. De rechtsvorm wordt ingevuld. Bij nummers komt het ondernemingsnummer. En onder de adresgegevens, ook deze worden eigenlijk ingevuld op basis van de webservice. Dus ga natuurlijk sneller om op die manier uw klant of leverancier aan te maken. En je hebt ook een controle dat het ingegeven ondernemingsnummer, of dat wel correct is. Dus dit is bij leveranciers, maar datzelfde systeem werkt ook voor klanten uiteraard. Je kan dat ook met buitenlandse ondernemingsnummers gaan doen. Even een voorbeeld, maar dan moet je wel de landcode ook meegeven. Dus dit hier is een Nederlands ondernemingsnummer, voorafgegaan door NL, de landcode. En ook hier wordt eigenlijk de firmanaam ingevuld, het ondernemingsnummer en indien mogelijk worden ook de adresgegevens al opgehaald. Bij de leveranciers misschien even de fiche ook doorlopen. Je hebt uiteraard ook weer de naam en de rechtsvorm, adresgegevens van uw leverancier, dus hoe dat die persoon of persoon te bereiken is, de contactpersoon te bereiken is, communicatiegegevens kan je invullen, de links voor sociale media blijft eigenlijk allemaal een beetje gelijkaardig als bij de klantenfiche. Wat hier uniek is bij de leveranciers, is uw klantnummer. Dus dat is eigenlijk het nummer waaronder u bekend staat bij de leverancier. Dat kan u hier gaan invullen. Ook voor de betaling heb je hier denk ik, de termijn voor de berekening van de vervaldag. Dus voorstel, factuur, daar kom ik straks nog op terug bij boeken. En dan eveneens bij boeken heb ik hier de maatstaf. Dus die maatstaf zal uiteraard ook van belang zijn straks bij de ingave van aankoopdocumenten dat automatisch deze maatstaf gebruikt wordt. Dus we hebben hier een leverancier voor bouwmaterialen en de maatstaf staat op medecontractant onroerend. Voor Telenet, een andere leverancier, zal de maatstaf hier bijvoorbeeld zijn normale heffing. En ik heb dan ook nog de Nederlandse leverancier bij boeken. Staat hier als maatstaf IC-goederen, omdat het om een Nederlandse leverancier gaat. Dus die maatstaf wordt door Venis eigenlijk automatisch op IC geplaatst in dat geval. Maar die maatstaf heeft uiteraard ook invloed op de boeking van de aankoopdocumenten straks. Goed. Nog steeds bij de basisgegevens, maar dan ook specifiek voor de boekhouding, hebben we ons rekeningstelsel of de algemene rekening. Dus u vindt dat terug onder basisgegevens, boekhouding, rekeningen en dan algemene rekeningen. Bij de aanmaak van uw dossier wordt dat rekeningstelsel eigenlijk automatisch ook al opgezet. Dus er is eigenlijk een minimum algemeen rekeningstelsel dat standaard aanwezig is of beschikbaar is in elk dossier. Maar dat rekeningstelsel kan u uiteraard ook gaan aanpassen naar eigen wens. Dus als je een rekeningfiche wijzigt met het potloodje, dan kan je voor elke rekening de omschrijving gaan invullen of aanpassen in de gewenste talen.
bij kolommen, hier geeft u eigenlijk op hoe dat die rekening moet gebruikt worden op de verschillende types documenten. Dus aankoopfactuur, aankoopkredietnota, verkoopfactuur, kredietnota, financieel documenten en diverse. Kan je telkens opgeven of dat er op die rekening standaard debet geboekt wordt, credit, of dat boekingen via dat type document niet toegelaten zijn. Bijvoorbeeld voor een kostenrekening. Als we hier even een kostenrekening gaan opzoeken, aankopen, grondstoffen, wijzigen. Dan ziet je bijvoorbeeld dat boeken via verkopen niet toegelaten is, omdat het om een kostenrekening gaat. Dus dat is eigenlijk instelbaar per rekening. Het linkergedeelte is eigenlijk een soort hiërarchisch overzicht met de klasses van de rekeningen. En dat kan u eigenlijk verder uitvouwen totdat u eigenlijk op het niveau van de rekening zelf bent gekomen. Je kan dan van hieruit de rekening selecteren om die te wijzigen of te gaan bekijken. Aan de rechterzijde, daar heb je ook alle rekeningen, maar die staan dan eigenlijk in volgorde van de selectie bovenaan. Dus nu staan die rekeningen eigenlijk gesorteerd op basis van het nummer. U kan ze ook gaan sorteren op basis van de omschrijving. Daar staan ze alfabetisch. Bijvoorbeeld ook in volgorde van BTW-groep. Dus de rekening met groep 0, die staan dan vooraan. En als je dan meer achteraan in de lijst gaat, dan zie je de rekening met een hogere BTW-groep. Ik plaats die woord even in volgorde van omschrijving Nederlands. Als ik de knop aan de rechterzijde gebruik om te navigeren, dan staat ook een stukje van de omschrijving er al bij. Dus dan weet je van, ah ja, ik zit op dit ogenblik aan deze rekening die begint met de M. Dat is dan ook de rekening die je als eerste in het overzicht zal krijgen. Plaatst u de volgorde bijvoorbeeld op nummer, dan staan ze daarop gesorteerd. En gebruik ik dan de schuifbalk, dan gaat er telkens een nummertje bij staan. Dus zo weet je waar dat je eigenlijk ongeveer zit in uw overzicht. Ja. Om nieuwe rekeningen bij te maken, je kan dat uiteraard gaan doen via de knop nieuw. Dan moet u eigenlijk alles van die rekening zelf gaan invullen, dus het nummer, omschrijving en dan hoe dat die rekening gebruikt wordt op de verschillende types documenten. Dat is misschien een beetje omslachtiger. Wat u bijvoorbeeld ook kan doen, is een bestaande rekening gaan selecteren. Dus ik heb nu de 600 hier geselecteerd. En ik kan die rekening gaan dupliceren of kopiëren. Dus dan krijg je ook een nieuwe fiche, maar dan wordt eigenlijk onmiddellijk die instelling van die bovenliggende rekening al meegenomen. Dus zo heb je eigenlijk minder werk. Ik maak bijvoorbeeld de rekening 600.001 aan. En dat is dan voor het aankopen van grondstoffen type A of zo. Dus ik zal dat voluit typen. Type A. En hier ook type A. Nee. Ja. Mijn omschrijving zou te lang zijn, dus ik zal het hierbij houden. En het voordeel van dupliceren is dat de kolominstellingen gewoon meegenomen worden van de onderliggende rekening. Dus dan heb je uiteraard minder werk en gaat ook sneller op die manier. De nieuwe rekening die komt dan eigenlijk in het overzicht links gewoon in de hiërarchische structuur te staan op de plaats waar ze moet komen. Dus eenmaal uw rekeningstelsel volledig op punt gezet, dan kan je dat uiteraard ook gaan gebruiken in uw verschillende dossiers. Want in het begin van de cursus heb ik getoond, als u een nieuw dossier aanmaakt, dat er gegevens kunnen overgenomen worden. En daarbij horen ook de algemene rekeningen. Dus eigenlijk zet je dat eenmalig goed in één dossier. Dan kan je bij elk dossier uw aangepast rekeningstelsel gaan overnemen. Oké. Okay, wat ook verband houdt met de algemene rekeningen, dat zijn de boekingsvoorstellen. Dus daar is een aparte module voor in Venice. Dus we gaan die ook even opstarten. Dus eveneens onder basisgegevens, boekhouding, heb je hier voorstellen met boekingsvoorstellen. Ik heb ook al twee boekingsvoorstellen gemaakt. Dus eentje met type
aankoopfactuur en één met type verkoopfactuur. Dus een nieuw boekingsvoorstel maak je met de knop nieuw. En dan ga je hier eigenlijk moeten het type kiezen. Dus boekingsvoorstellen worden eigenlijk vooral gebruikt voor aan- en verkoopdocumenten. Ze kunnen eventueel ook gebruikt worden voor financieel en voor diverse. En uw boekingsvoorstel krijgt ook een code, een unieke code, een omschrijving. En dan in de detaillijn kan u dan één of meerdere grootboekrekeningen meegeven. Dus ik ga even een bestaand boekingsvoorstel oproepen ter illustratie. Dus ik heb eigenlijk een boekingsvoorstel gemaakt van het type aankoopfactuur met code BOUW. Staat voor bouwmaterialen. En dan de rekeningen die ermee gekoppeld zijn, dat zijn kostenrekeningen. Dus ik heb 3 kostenrekeningen gekoppeld aan deze code BOUW. Ja. De bedoeling is dan om de code van dat boekingsvoorstel te gaan invullen bij één of meerdere leveranciers. En op die manier koppel ik eigenlijk ook de grootboekrekeningen die hieraan gelinkt zijn aan de leverancier. Dus als we even teruggaan naar de moduleleveranciers. Ik had hier een leverancier die doet in bouwmaterialen. Ja, ik ga die fiche even wijzigen. Onder het tabblad boeken. Hier merkt u dat ik als boekingsvoorstel factuur al die code BOUW heb ingevuld. Dus je kan een boekingsvoorstel gaan opzoeken met deze knop. En dan krijg ik hier eigenlijk mijn bestaande boekingsvoorstellen. Maar dat gaan natuurlijk enkel deze boekingsvoorstellen zijn van het type aankoopfactuur die ik hier zie. Als ik dat ga koppelen aan mijn leverancier Willaert, dan zijn eigenlijk automatisch ook de grootboekrekeningen van dat boekingsvoorstel gelinkt aan de leverancier. Ja. Dan stelt u misschien de vraag van ja, waarom vul je dan niet rechtstreeks de rekening in? Wel, het antwoord is eigenlijk eenvoudig, omdat u op die manier eigenlijk maar één rekening kan invullen. Dus je kunt uiteraard aankopen van grondstoffen invullen of aankopen van hulpstoffen. Maar als je meer dan één rekening wil linken, dan gebruik je beter een boekingsvoorstel waaraan de verschillende rekeningen gekoppeld zijn. Ik heb dat kolommetje met boekingsvoorstel factuur ook even toegevoegd aan het werkblad. En u merkt bijvoorbeeld ook op dat voor mijn leverancier Telenet daar geen voorstel staat, maar een kostenrekening. Dus ik heb daar eigenlijk de 6107 ingevuld. Dat is de rekening voor telefonie, omdat voor die leverancier de boekingen toch sowieso op steeds op deze rekening gebeuren. Voor Mebu, daar heb ik ook een boekingsvoorstel, of heb ik eigenlijk in het veldje boekingsvoorstel ook de rekening ingevuld voor het aankopen van handelsgoederen. Voor klanten kan je een gelijkaardig systeem gebruiken, maar daar heb ik eigenlijk een beetje een speciale variant van dat boekingsvoorstel. Ik heb in de module boekingsvoorstellen een voorstel gemaakt van het type verkoopfactuur, waarbij de code leeggelaten is. Dus ik heb geen code ingevuld, ik heb wel een omschrijving en de standaardrekening voor verkoop en retour handelsgoederen. Waarom heb ik dat op die manier gedaan? Omdat als je al 1000 klanten hebt en bij die 1000 klanten is het veldje code boekingsvoorstel leeg, dan heb je eigenlijk voor die 1000 klanten onmiddellijk een tegenboekingsrekening, omdat die 701 ineens gekoppeld gaat zijn aan alle klanten waarbij het veldje code leeg is. Als we even naar de module klanten gaan. Ik heb hier, ja, ik heb natuurlijk nog maar 2 klanten, maar bij Culi Cadeau is bij boeken het veldje voorstel factuur leeg. En toch staat er hier verkoop handelsgoederen als omschrijving, omdat je eigenlijk standaard die blanco, of dat boekingsvoorstel met blanco code zal linken aan die klant. En idem voor Van Doorne bijvoorbeeld. Dat staat bij boeken. Voorstel factuur, dat veldje is leeg, maar toch wordt dat boekingsvoorstel gebruikt. Maak ik nu een nieuwe klant, dus ik heb een nieuwe klant. Dan zal bij het veldje of bij het boeken hier ook al direct verkoop handelsgoederen aan die nieuwe klant gelinkt worden, omdat als dit veld met de code leeg is, dan gebruikt hij eigenlijk dat boekingsvoorstel waarbij de code ook leeg is. En is die 701 eigenlijk default gelinkt aan elke klant. Dus zij je een andere rekening zou invullen of de code van een ander boekingsvoorstel.
Het koppelen van een boekingsvoorstel of rekening, is dat noodzakelijk? Niet echt, maar dat zal er wel voor zorgen dat het boeken van documenten straks dat heel wat vlotter gaat verlopen, omdat Finnis eigenlijk al zelf één of meerdere tegenboekingsrekeningen zal voorstellen in het boeken van aan- of verkoopdocumenten. Nu hebben we eigenlijk alle basisgegevens die we nodig hebben voor de boekhouding gezien. Het enige wat ons rest te doen om nog documenten te kunnen inboeken, bij mij is dat al gebeurd, maar je moet dus eigenlijk ook nog een boekjaar aanmaken. Hoe maakt u een nieuw boekjaar aan? Dat zit eveneens onder tabblad beheer. En dan heb je in de groep boekjaar hier de mogelijkheid om een nieuw jaar te maken. Ja, dus bij mij zal hij nu eigenlijk al 2023 voorstellen, omdat het jaar 2022 al bestaat. Dus anders stelt hij gewoon het huidige kalenderjaar met begin- en einddatum voor. Die begin- en einddata kan u uiteraard ook wijzigen, want u kan een boekjaar maken dat niet gelijk loopt met het kalenderjaar, of dat bijvoorbeeld maar over een half jaar loopt, of over anderhalf jaar. Dus je kan steeds de begin- en einddatum gaan opzoeken en selecteren vanuit de kalender. Wij hebben dus eigenlijk gewoon 2022 al gemaakt, dus zijn in feite klaar om de documenten te kunnen inboeken. Ik kijk even naar mijn collega Laurent om te zien of dat alles nog onder controle is. Dat is blijkbaar zo. Goed, dan kunnen we verder met het inboeken van documenten. Dus zoals gezegd, die vindt u terug onder tabblad start in de groep boekhouding. Dus dan heb je de vier types documenten: aankopen, verkopen, financieel en diverse boekingen. Dus we starten even met de aankopen. Ja. Ik kom in de module aankopen terecht en hier heb ik nog geen documenten ingeboekt. Dus onze module aankopen is nog volledig leeg. Een nieuw document aanmaken, dat doen we zoals bij de basisgegevens met de knop nieuw of Ctrl-N. En zo komt u in een nieuwe aankoop terecht. Maar vooraleer we dat gaan doen, even de parameters van de module overlopen, omdat er daar eigenlijk een paar instellingen zijn die ook interessant zijn. Dus in aankopen klikken we op de Finnis-knop en dan instellingen, parameters. Ja. Hier kan je bijvoorbeeld instellen wat uw boekingsdatum moet zijn. Moet die gelijk zijn aan documentdatum of wil je de documenten steeds een boekingsdatum geven die gelijk is met documentdatum einde maand? Dus als we bijvoorbeeld een document, een aankoop hebben met documentdatum 15 september, dan zal Finnis dat eigenlijk standaard automatisch inboeken met boekingsdatum 30-9, dus het einde van de huidige maand. Wat ik hier ook heb gedaan in de parameters, is al ingesteld welk dagboek we willen gebruiken voor de aankoopfacturen en voor de kredietnotas. Dus dat zijn twee aparte dagboeken, AKF en AKC. Ik heb die opgezocht vanuit de lijst en hier al meegegeven. Dat zal ervoor zorgen dat afhankelijk van het type document, dat Finnis al onmiddellijk het juiste dagboek zal voorstellen in uw nieuw document. Dus wanneer ik nu een nieuw document aanmaak, dan stelt Finnis zelf al het gebruiken dagboek voor. De aankoopdocumenten die bestaan, net zoals de verkopen trouwens, uit de hoofding van het document. Dat is dat bovenste gedeelte. Ik kan daardoor navigeren met die schuifbalk of met die tabbladen bovenaan. En dan het onderste gedeelte, dat zijn de boekingslijnen. Dus onder tabblad boeking, daar vind je de gebruikte rekeningen en de bedragen op debit en credit, dus de eigenlijke boeking. In een aankoop, dan gaan we in de header of in de hoofding eerst de leverancier selecteren. Dus u kan de leverancier selecteren via de zoeklijst. Dat is die knop achter het veld met het leveranciersnummer. Dus na selectie van de leverancier wordt de rest eigenlijk ingevuld op basis van uw leveranciersfiche. Hoe kan u een leverancier selecteren? Dus ja, zoals ik al getoond heb vanuit de zoeklijst. Wat je bijvoorbeeld ook kunt doen, is een stukje van de naam van de leverancier invullen en dan taptoets. Als er maar één is die begint met de opgeheven letters, dan wordt die standaard al overgenomen. Zijn er meerdere leveranciers die beginnen met TEL, dan zal u ook de zoeklijst krijgen vanaf TEL. En dan krijg je eigenlijk alle leveranciers die met die lettercombinatie beginnen al in uw overzicht te zien. Zijn er nog mogelijkheden? Ja.
Je kan bijvoorbeeld een stukje van de naam van de leverancier invullen tussen twee sterretjes. Dus als ik sterretje bouw, sterretje intik en dan taptoets, dan gaat die leverancier Willard bouwmateriaal terugvinden, omdat bouw komt voor in de firmanaam. Dus hij gaat dan eigenlijk gaan zoeken op een stukje van de naam. U kan ook de leverancier gaan opzoeken via de alias of via het ondernemingsnummer. Dus even kijken wat het ondernemingsnummer... die staat er niet onmiddellijk bij. Even kijken bij Tirinet. Heb ik hier een ondernemingsnummer dat bijvoorbeeld begint met 0458. Dus als ik hier intik o-dubbele punt, dan weet het systeem... Nu wil ik eigenlijk op zoek gaan naar het ondernemingsnummer of een stukje ervan. Dus dan tik ik in o-dubbele punt 0458 en dan taptoets. Dan gaat het systeem ook automatisch Telenet terugvinden, omdat dat de enige leverancier is met een ondernemingsnummer dat begint met 0458. Wil je de leverancier gaan zoeken op basis van de alias, dan tik je in a-dubbele punt. Dan zie je onderaan alias. Dat weet het systeem. Hetgeen dat nu volgt is eigenlijk de alias of een stukje van de alias. Dus zo kan je in je aankoopdocument ook de leverancier gaan terugvinden via de alias. Het documenttype, dus daar heb je de keuze. Ja, ik zal eerst moeten de leverancier effectief selecteren. Tussen factuur of kredietnota, neem ik hier kredietnota, dan zal het dagboek automatisch gewijzigd worden. Ja. Het nummer, dat staat nu nog op 0. Het documentnummer, dat wordt eigenlijk pas toegekend op het moment dat u uw aankoopdocument gaat inschrijven. Dus zolang dat je eigenlijk aan het werken bent in het aankoopdocument, is dat nummer nog niet toegekend. Bij de referentie kan je het documentnummer van de leverancier gaan invullen. Dus als je daar een referentie van hebt van het documentnummer volgens uw leverancier, dan kan je dat hier gaan meegeven. Het totaalbedrag van uw document, dat kan je invullen bij het veldje totaal. Dus ik neem bijvoorbeeld 2420. En dat is het totaalbedrag inclusief BTW. Heb ik nog niet verteld, dus u kan door uw aankoopdocument ook heel gemakkelijk navigeren aan de hand van alt-toetsen. Dus eigenlijk als je de alt-toets ingedrukt houdt, dan merk je dat er eigenlijk onder bepaalde veldjes een onderlijnde letter komt. Dus bij de T van totaal staat er hier een streepje onder de T van totaal. Dus alt en in combinatie met de toets T. Daarmee ga je eigenlijk onmiddellijk op dat veldje totaal gaan gepositioneerd staan. Wil je terugkeren naar het tabblad document of naar het tabblad leverancier? Dus de L van leverancier is ook onderlijnd, dus Alt-L. Zo keer je terug naar het eerste veld onder het tabblad leverancier. Dus Alt-T, daarmee staan we op het totaalbedrag. Dat heb ik nu al ingevuld. Wenst u nu van hieruit naar de boekingslijnen te gaan? U ziet onder de B van boekingen staat ook zo'n streepje. Dus Alt in combinatie met B. Daarmee ga ik onmiddellijk naar mijn boekingslijnen. En wat gebeurt er nu? Het totaalbedrag van uw document dat komt op de leveranciersrekening te staan, Telenet. De BTW, aftrekbare BTW, wordt uit dat bedrag gehaald. Dus 21% BTW komt op de rekening aftrekbare BTW terecht. En de maatstaf, dus de maatstaf normale heffing, dat is normale heffing aan 21%. Die komt op de kostenrekening terecht die gekoppeld was aan onze leverancier. Dus we hadden bij Telenet, was nog even de leverancierfiche vanuit uw document, kan je die ook altijd oproepen en dan bekijken of wijzigen. Zo zie je bij boeken dat hier de 6107 aangekoppeld was. Dus deze rekening stelt hij hier ook voor. Uiteraard kan je in uw aankoopdocument nog altijd op zoek gaan naar een andere kostenrekening. Dus u selecteert de kolom met de rekening en dan kan je dat pijltje gebruiken of Ctrl+F6. En zou je eventueel ook een andere rekening kunnen opzoeken als dat nodig is. Ja. U kan ook een gedeelte op deze rekening boeken. Dus in plaats van 2000, bijvoorbeeld 1500. Maar dan zal er nog een stukje dat te boeken blijft hier bij details komen en ga je je document niet kunnen inschrijven, want uw debit is verschillend van krediet. Dus dit moet weer in evenwicht zijn. Dus als we klikken op de plus of
F12 kiezen, dan komt dit bedrag bijkomend weer op de rekening en is uw boeking in evenwicht. Ja. Om uw document af te sluiten, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. U kan gebruik maken van sluiten of Alt-S, of u kan ook gebruik maken van opslaan of Ctrl-S. In beide gevallen wordt uw document bewaard, maar met sluiten keer je terug naar uw werkblad of uw overzicht met alle documenten, terwijl met Ctrl-S, deze functie, zal u al onmiddellijk in een nieuw aankoopdocument zitten. Dus eigenlijk win je wel een stap doordat je al in een nieuw document zit. Ik toon even sluiten. Ja, dat is ook instelbaar. Dan krijg je in dit geval nog de synthese met welke vakken van de btw-aanhefte beïnvloed gaan worden. Dus in ons concreet geval is dat nu 82 en vak 59 voor de btw. Ja, dus ik kom nu weer in mijn overzicht terecht en van hieruit kan ik dan weer klikken op nieuw. Zet ik terug in een nieuw aankoopdocument, maar met opslaan zou ik eigenlijk al onmiddellijk in dit scherm gezeten hebben. Ja, ik kan mijn aankoopdocument uiteraard ook bekijken en wijzigen. Dit lukt op dit ogenblik ook. Waarom? Omdat mijn btw-periode nog niet afgesloten is. Dus zolang dat de btw-periode niet afgesloten is, of uw aankoopjournaal, dan kan je perfect nog die documenten gaan wijzigen. Dus het totaalbedrag kan aangepast worden, de kostenrekening of rekeningen kunnen gewijzigd worden. Dus alles, de datums ook, die kunnen eigenlijk nog allemaal aangepast worden. Ook eventueel schrappen zou nog mogelijk zijn. Goed, ik zal even de oefeningen maken. Als je die wil meevolgen, die vindt u ook in de PDF van de cursus. Op pagina 76 is dit. Dus dit document zal ik even terug verwijderen. Dus het eerste gedeelte van de oefening, dat heb ik eigenlijk al gedaan. Dat is de standaard dagboeken dat we willen gebruiken, instellen in de parameters van de module. Dus hier hebben we dat al inderdaad gedaan. Dan maak ik een nieuwe factuur. Dat is een factuur voor Telinet. Dus ik kan ofwel mijn leverancier gaan opzoeken vanuit de zoeklijst, dus de knop achter het veld nummer. Ik kan ook de eerste letters van de naam van de leverancier invullen. En dan tabtoets drukken, dan wordt de leverancier ook geselecteerd. Het gaat om een factuur, dus bij het document laat ik het type staan op factuur, dus de dagboek is ook correct. Het nummer doen we dus niks mee. Onze documentdatum is 15-9 en dat zal ook de boekingsdatum zijn, want we hebben in de parameters ingesteld dat onze boekingsdatum gelijk mag zijn aan documentdatum. En de vervaldatum die wordt op basis van de leverancierfiche ook berekend. Dus dat hebben we eigenlijk ingesteld 1 maand na documentdatum, dat is 15 oktober. Dus we kunnen eigenlijk na het invullen van de leverancier naar het totaalbedrag van het document. Dus met Alt-T sta ik onmiddellijk op dat totaal gepositioneerd. En het is bijvoorbeeld een factuur van €387,20, inclusief BTW. Hier zou je natuurlijk ook de referentie van de leverancier nog kunnen invullen. Dus daar kan je een bepaalde code of referentie gaan meegeven. En dan kan ik in feite al onmiddellijk naar de boekingslijnen van mijn document. Dus met Alt-B of boekingen, sta ik op het in de boekingslijnen. Het totaalbedrag komt op mijn leverancier terecht. De BTW wordt eruit gehaald, 67,20. En dan de maatstaf komt op de kostenrekening voor telefonie. Dus hier heb je maatstaf normale heffing aan 21% BTW. Waarom doet Finis dat automatisch? Die maatstaf, wel, bij Telinet in de leverancierfiche hadden we bij boeken, we hebben uiteraard onze kostenrekening, maar ook hier staat de maatstaf, normale heffing, met het btw-percentage. Dus dat gaat hij ook gaan toepassen bij elk aankoopdocument voor deze leverancier. Dus eigenlijk heb je bij een standaard aankoop heel weinig werk, want in een paar toetsencombinaties kan je het volledige document gaan inboeken. En dan klikt u op de knop sluiten om terug te keren naar uw overzicht, ofwel opslaan. Dan krijg je de synthese met de vakken van de aangifte die beïnvloed gaan worden. Oké. En nu zitten we al in een nieuw aankoopdocument. Dus het eerste is geboekt. Je zit in het tweede document. Wat hij wel doet, is eigenlijk dezelfde leverancier
opnieuw voorstellen bij het volgende document. Dus ook al heb je nu voor het een aankoopdocument voor een ander leverancier, er wordt hier wel Telinet voorgesteld. Maar dat kan je eenvoudig oplossen door de eerste letters van nieuwe leverancier in te vullen. Ja. Dus het gaat over Willard bouwmaterialen. Ik kan dan weer Alt-T kiezen om totaalbedrag in te vullen. Hier gaat het woord over een factuur van 102,85. Ik druk Alt-B voor de boekingslijnen. En mijn boeking ziet er hier toch wel enigszins anders uit, omdat ik heb hier twee BTW-rekeningen, dus aftrekbare BTW, die onmiddellijk tegengeboekt wordt met verschuldigde BTW-medecontractant. Mijn maatstaf komt ook op medecontractant onroerend terecht. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de instellingen van mijn leverancierfiche, dus bij Willard Bouwmaterialen. Stond er als maatstaf in de fiche ook ingevuld medecontractant onroerend. En daarom gaat Finnis eigenlijk aftrekbare BTW boeken, maar die onmiddellijk weer tegenboeken met verschuldigde BTW-medecontractant. En dan het totaalbedrag van uw document komt op de 600 terecht. Er zijn hier eigenlijk drie rekeningen die voorgesteld worden. Waarom drie? Omdat aan onze leverancier bouwmaterialen, Willard, hangt een boekingsvoorstel gekoppeld. Bouwmaterialen met deze drie rekeningen. Dus vandaar dat die ook allemaal worden voorgesteld. Dus je hebt dan eigenlijk nog de keuze om te boeken op aankopen van grondstoffen of op aankopen van hulpstoffen of algemene onderaannemingen. Dus dan kies je bij het boeken van je document nog altijd op welke rekening of rekeningen precies geboekt moet worden. Ik ga nu even klikken op sluiten. Krijg je synthese en dan het overzicht. Dus nu heb ik eigenlijk al twee documenten ingeboekt. En zo ga je dan verder met de volgende factuur. Dat wordt een factuur voor Mebu. Dus nieuw document. Je werkt met de zoeklijst of de naam of de alias van de leverancier. Ja. Alt-T totaalbedrag. Dus hier is het totaalbedrag bijvoorbeeld 3689,27. En dan de boekingslijnen. Alt-B. Als kostenrekening hebben we nu de 604 aankopen van handelsgoederen. Dat is deze rekening die gekoppeld werd aan de leverancier. Mijn maatstaf is nu IC Goederen. Het gaat over een IC-verrichting, want we hebben een Nederlandse leverancier. Dus de aanduiding IC vind je trouwens ook hier bovenaan in het rood. En bij IC zal er ook weer geboekt worden op aftrekbare BTW. En dan gebeurt de tegenboeking op verschuldigde BTW intracommunautair. Dus dat gebeurt eigenlijk ook weer allemaal automatisch. Het totaalbedrag komt dan op de juiste rekening terecht. Dus hier hebben we IC-verwerving, zal vak 81 en vak 86 beïnvloed worden. Dan heb je ook de verschuldigde BTW voor IC-verrichtingen en aftrekbare BTW, dus vak 55 en vak 59. Dan hebben we nog een factuurtje voor Telinet, dus opnieuw Telinet intikken, Alt-T totaalbedrag. Alt-B voor de boekingslijnen. En dit hebben we al eerder gedaan. Sluiten, dan krijgen we de synthese. En zo kunnen we verder gaan. Dus de documenten worden gewoon oplopend genummerd binnen dat dagboek AKF. En elk van deze documenten kan op dit ogenblik nog perfect gewijzigd worden of bekeken worden, omdat de B2-periode nog niet is afgesloten. Ja, ik pauzeer even, omdat mijn collega Laurent even steken doet. Ja, ja Filip, ik heb twee vragen gekregen over die aankopen hier. Eén iemand zegt, kan ik een bepaald veld verplichten? Hey, dus ik had antwoord onder de finish-knop en dan globale standaardwaardes. Ja. Maar als je het nog een keer even kan tonen waar dat juist zit. Ja, dus veronderstel in hun aankopen is het inderdaad mogelijk om een bepaald veld verplicht te maken. Dus neem nu de referentie van de leverancier. Je wil ervoor zorgen dat je niet zomaar voorbij dat veld gaat zonder die referentie in te vullen, omdat die ja, steeds dat gewenst is dat die altijd is ingevuld. Goed. Dan doe je als volgt. Vanuit de aankopen klik je op de ronde knop linksboven en kies je voor instellingen standaardwaardes globaal. Je hebt dat ook op niveau van de gebruiker, maar dat is enkel voor deze ene gebruiker, terwijl globaal is eigenlijk voor alle gebruikers die met de module gaan werken. Dus ik neem hier standaardwaardes globaal.
We zoeken dat veldje referentie op in de standaardwaardes. Dus dat zit onder tabblad document. Hier heb je het veldje referentie. U klikt in dat veld en met de rode knop linksboven kan u daar een verplicht veld van maken. Dus als ik daar op die rode knop klik, dan zal dat hoekje onder dat veld referentie ook rood worden. En dat is voldoende. Dus als ik nu een nieuw aankoopdocument zou inboeken, ik geef mijn leverancier in, Telenet, en ik wil voor naar totaalbedrag gaan, dan zal ik deze melding krijgen. Dit veld is verplicht in te vullen. Dus ik raak er niet meer voorbij zonder echt de referentie in te vullen. Dus als ik slechts nadat ik hier iets heb ingevuld, kan ik verder gaan met het inboeken van mijn document. Ja. Wil je dit weer ongedaan maken, dan klik je weer op de finish-knop instellingen de standaardwaardes globaal. Je zoekt de referentie opnieuw op en met nog een keer te klikken op de knop bovenaan, wordt dat weer een normaal veld. Ja. Oké, en dan nog een tweede vraag. Je vult je gegevens in het veld referentie. En de vraag is, mag je dat ook bij opmerkingen doen? Dus dat heeft waarschijnlijk een ander doel dan het veld referentie. De referentie is meer bedoeld om echt het documentnummer dat de leverancier heeft voor deze aankoop, om die te noteren. Een opmerking, die vinden we hier. Dat is gewoon een korte opmerking in verband met document. Dat kan eventueel ook het documentnummer zijn van de leverancier, omdat zowel de opmerking als de referentie kunnen eigenlijk overgenomen worden voor de mensen die over de betaalmodule beschikken. Als de referentie niet ingevuld is, dan gaat het systeem Venice dus eigenlijk de opmerking van uw aankoop overnemen als referentie van de betaling aan de leverancier. Maar opmerking is een beetje algemener. Dat is eigenlijk, dat staat er onderaan ook kort, opmerking in verband met document. Dus dat kan het documentnummer zijn van de leverancier, maar dat kan ook een interne opmerking zijn in verband met de aankoop. Maar voor de mensen die beschikken over de betaalmodule, is het wel belangrijk. In die zin, als de referentie niet ingevuld is, dan zal de opmerking van uw aankoop overgenomen worden als opmerking van de betaling. Dank u, Filip. Oké. Goed. Voor de verkopen, dat gaat eigenlijk een beetje gelijkaardig verlopen als de aankopen. Nu, ik moet er wel bij zeggen, wij gaan nu een aantal verkopen manueel inboeken in de boekhouding. Uiteraard is er ook de mogelijkheid dat u over Venice facturatie beschikt, waarbij dat de facturen dan rechtstreeks vanuit de facturatie kunnen doorgeboekt worden naar de boekhouding. Dus het facturatiedocument wordt dan eigenlijk automatisch omgezet als een boekhoudkundig document. Naast dat doorboeken vanuit Venice facturatie is er ook een mogelijkheid om facturen die opgemaakt worden in een extern facturatiepakket, om die eigenlijk te gaan inlezen in de module verkopen. En dan dient u over de optie import te beschikken in Venice. Want indien uw facturatiepakket kan een tekstbestand aanmaken of een CSV-bestand met die facturen, dan kunnen die in Venice ook geïmporteerd worden als boekhoudkundig document. Maar wij gaan dus eigenlijk nu een aantal verkopen gewoon manueel of rechtstreeks in de boekhouding ingeven. Dus ik start de verkopen op. We hebben nog geen verkoopdocumenten. Ook hier een beetje dezelfde opmerking als dat pas. We kunnen eigenlijk eerst in de parameters van de module verkopen dan. Dus instellingen, parameters. Hier gaan meegeven welke dagboeken we willen gebruiken voor verkoopfactuur en kredietnota. Dus dat zijn dagboeken die al bestonden en die ik hier ga koppelen aan verkoopfactuur en verkoopkredietnota, zodat Venice al automatisch bij het aanmaken van een nieuw document de juiste dagboeken zal voorstellen. Ja, dus als ik het type wijzig naar kredietnota, dan wordt dan automatisch VKC voorgesteld. Dus voor de rest, eigenlijk heel gelijkaardig. Er is opnieuw een hoofding of een header van de verkoop en dan het onderste gedeelte bevat dan eigenlijk de boekingen of boekingslijnen. We gaan in de header eerst de klant opzoeken en selecteren. Dus ik kan de zoeklijst gebruiken of ook hier kan ik werken met de eerste letters van de naam van de klant. Als u het klantnummer kent, dat is dan natuurlijk ook heel gemakkelijk. Dan kan je hier onmiddellijk al in dit veldje het nummer invullen. Dan gaat de klant ook geselecteerd worden. Wil u werken met de alias van de klant, dan tik je in A-punt. Dan weet het systeem, hetgeen dat nu volgt, is de alias of een stukje van de alias. Dus als ik hier bijvoorbeeld intik oil,
Dus a.oil, dan taptoets, dan zal je klant jullie cadeau selecteren. Waarom? Omdat we straks in de klantenfiche hier als alias oil en vinegar hebben ingevuld. Ja? Dus de rest van de blok wordt ingevuld op basis van de klantenfiche. Dan ook hier ga je weer kiezen tussen factuur of kredietnota. Het dagboek wordt dan automatisch mee aangepast. Bepaling van het vervaldatum gebeurt weer op basis van de betalingstermijn ingegeven in de klantenfiche. Dus je kan ook hier perfect weer na ingave van de klant Alt-T gebruiken om naar het totaalbedrag te gaan van uw verkoop. Dus 1210 bijvoorbeeld, inclusief BTW. En dan met Alt-B gaan we naar de boekingslijnen. En dan komt het bedrag exclusief BTW op de juiste roodboekrekening terecht, dus de 701. En bij de maatstaven, hier zie je ook welke maatstaf gebruikt wordt, dus de 1000 euro aan 21%. Waarom deze maatstaf? Dat komt uiteraard ook weer vanuit de klantenfiche, omdat bij Culi Cadeau, bij boeken, hier staat de maatstaf op 21%. En dat is een gewone maatstaf normale heffing. Dus heel gelijkaardig als daarnet bij de aankopen. Ja, ik zal ook even de oefeningen maken op die verkopen. Die vindt u op pagina 81. Dus, of begin eigenlijk op pagina 80. De eerste verkoopfactuur is eentje voor klant Culi Cadeau. Dus we geven die in met de eerste letters van de naam van de klant. Dan Alt-T voor het totaalbedrag, 3388. Alt-B gaan we naar de boekingslijnen en dan heb je de maatstaf op de 701. En hier zie je dat 2800 euro onderworpen is aan 21%. Je kan net zoals bij de aankopen kiezen voor sluiten. Dan keer je terug naar je overzicht met alle verkopen. Ofwel opslaan en dan kom je in een volgend document terecht. Dus Ctrl-S of opslaan. In mijn synthese zie je dat de 2800 zal opgenomen worden in vak 03. Dus een verkoop aan 21%. En de BTW die komt in de verschuldigde BTW in vak 54 terecht. Ook hier is het dus nog mogelijk om je verkoopdocument na het inboeken nog te wijzigen en bepaalde zaken toe te voegen of te veranderen. Verkoopfactuur 2, factuur voor Van Doorn BVBA, dus ik kan die gaan opzoeken vanuit de lijst. Ja. Alt-T voor het totaalbedrag. 2725,45. Ja. En dan hebben we hier eigenlijk het veldje financiële korting dat standaard of automatisch wordt ingevuld. Dit is natuurlijk ook afkomstig vanuit de klantenfiche, maar als we de klantenfiche even erbij halen, dan zien we hier bij document dat er in de klantenfiche 3% financiële korting ingevuld werd. Dus die financiële korting wordt gewoon mee overgenomen in mijn verkoopdocument. En zal ook gebruikt worden voor de berekening van de BTW. Dus als we even naar de taal gaan, dus dan kan ik hier al B dit gaan berekenen. Bij het opvragen van de synthese, dus de synthese kan je ook steeds manueel opvragen met Shift F8 of deze knop bovenaan, dan zie ik dat dat eigenlijk onderworpen is aan 21% BTW. En hier heb je het bedrag van de financiële korting. Dus de financiële korting wordt eigenlijk eerst afgehouden en daarop wordt de BTW berekend. En de BTW zelf komt dan eigenlijk bij de maatstaf voor de berekening van het totaalbedrag. Dus ja, het financiële korting wordt eigenlijk afgehouden voor de berekening van de BTW. Ik heb er nog een tweede factuur voor Van Doorn, dus we gaan die ook even inboeken. Totaalbedrag is hier 1688,12.
Er wordt weer 3% financiële korting voorgesteld. Maar voor deze factuur is het eigenlijk de bedoeling om dat eenmalig aan te passen naar 2%. Dus je kan eigenlijk in de verkoopfactuur zelf nog altijd tussenkomen en dat percentage gaan aanpassen. De volgende keer zal er weliswaar opnieuw 3% worden voorgesteld, omdat dat het percentage is in de klantenfiche. En hier hebben we ook een kredietnota, dus een nieuw document voor QD Cadeau. Maar dan gaan we hier het type aanpassen van factuur naar kredietnota. Dit document zal ook terechtkomen in het dagboek VKC. Net zoals bij de factuur geven we gewoon het totaalbedrag in van uw kredietnota. En met alt B gaan we naar de boekingslijnen. Maar hier zal u opmerken dat Finnies niet automatisch een tegenboekingsrekening voorstelt. Dus we gaan die eigenlijk zelf nog moeten opzoeken of invullen. Dus ik gebruik ook de 701. En met dat plusje of F12 kan u het nog te boeken bedrag hier eigenlijk op deze rekening gaan plaatsen. Waarom doet Finnies niet automatisch deze boeking of gaat hij dat niet automatisch voorstellen? Wel, daar pas hadden wij eigenlijk bij de klantenfiches een blanco boekingsvoorstel, verkoop van handelsgoederen, en dat werd gebruikt voor voorstelfactuur. Maar als je ook automatisch een voorstel wil hebben voor kredietnota's, dan zou je eigenlijk ook moeten hier een grootboekrekening invullen in de klantenfiche, ofwel een boekingsvoorstel maken van het type verkoop kredietnota met de juiste rekening. Dan had hij ook in het geval van kredietnota's de juiste rekeningen automatisch kunnen voorstellen. Ja, ik schrijf mijn kredietnota in en u ziet dat die eigenlijk automatisch in een ander dagboek terechtkomt en dat het nummer weer 00.001 wordt, want dat is de eerste boeking in dit dagboek. Dus de nummering gebeurt echt per dagboek apart. Oké, we hebben aankopen en verkopen. Dan het volgende type document, dat zijn de financiële verrichtingen. Dus ik sluit verkopen weer af. En in de groep boekhouding onder tabblad start vinden we hier de module financieel terug. Ook hier gaan we die financiële documenten manueel inboeken. Ik wil ook nog een keer verwijzen naar de functionaliteit om CODA-bestanden te importeren. Dus CODA-bestanden, dat zijn eigenlijk elektronische uittreksels of gecodeerde dagafschriften. U kan die opvragen bij uw financiële instelling en dan worden die eigenlijk gedownload. Dat kan via de server gaan van Isabel. En dan heb je de mogelijkheid om eigenlijk die elektronische uittreksels automatisch in te lezen. Dus Finnies gaat dan eigenlijk in de mate van het mogelijke de juiste boekingen al direct voorstellen. Er zit er ook een zelflerende lijst bij. Dus eenmaal dat je eigenlijk een verrichting gekoppeld hebt aan een bepaald type, of een bepaald type verrichting hebt gekoppeld aan de rekening, dan gaat hij dat onthouden voor de toekomst. En dat gaat natuurlijk heel wat sneller dan het manueel inboeken van uittreksels. Maar goed, wij gaan eigenlijk het importeren van CODA-bestanden zit trouwens ook standaard als standaard functionaliteit in de optie boekhouding. Dus dat is eigenlijk geen betalende of extra betalende functionaliteit. Wij gaan de uittreksels nu manueel ingeven, dus met de knop nieuw. En een uittreksel bestaat natuurlijk ook, of een financieel uittreksel bestaat ook uit een hoofding of een header en dan boekingslijnen. Dus we gaan eigenlijk in ons header eerst moeten het financieel dagboek selecteren. Dus we hebben een bank- en een kasdagboek. Als je bijvoorbeeld heel veel financiële dagboeken hebt, dan kan je ook het overzicht beperken tot één bepaald type dagboek. Dus als je enkel de bankrekeningen wil zien, dan klik je hier bij het opzoeken van het financieel dagboek op het icoon enkel banken. En zo zal je enkel de financiële dagboeken van het type bank zien staan. Ja. Dus de rest wordt ingevuld op basis van je financieel dagboek. We hebben hier ook een sneltoets om naar het eindsaldo van uw uittreksel te gaan. Het beginsaldo moet je normaal gezien niet invullen, want dat is het eindsaldo van het vorige uittreksel. Maar Alt-E, daarmee staat u eigenlijk direct op het eindsaldo van uw financieel document. Dus we beginnen in feite met 0 en we zullen het nieuwe eindsaldo dan moeten invullen van ons eerste uittreksel. Ik ga dat onmiddellijk doen op basis van de oefening. De oefening vindt u op pagina
89. Dus we hebben een financieel uittreksel voor ons dagboek BNP. Beginsaldo is 0 en het eindsaldo wordt 3236,75. Dat zal dan uiteraard ook het bedrag zijn dat nog te boeken is. Dus het verschil tussen begin- en eindsaldo. Gezien het eindsaldo hoger is dan beginsaldo, boeken we in de detaillijn een debit op onze bankrekening. Maar daar moet er natuurlijk nog een boeking tegenover komen. Dus hier in dit geval gaat het bijvoorbeeld om een betaling door een klant. Dus ik ga de rekening gaan opzoeken. Dus je kan klikken op dat pijltje op de eerste vrije lijn. Hier kan u het type rekening selecteren. Dus algemene rekeningen, klanten of leveranciers. Dat is met dat gele of dat groene maskertje bij type rekening. En dan vind ik hier klant QD cadeau. Als we dat een keer bekijken, die klant heeft nu als boekhoudkundig saldo 3236,75, wat eigenlijk overeenstemt met hetgeen bijgekomen is op onze rekening. Dus als we klant QD cadeau selecteren en we vragen de openstaande boekingen op, dus eenmaal de klantrekening er staat, dan ga je naar de kolom afpuntnummer en dan krijg je eigenlijk alle openstaande boekingen op die klant te zien. Dus het gaat hier eigenlijk om een factuur en een kredietnota. Dat kan je zien aan het eerst en vooral aan het document tekenen. Maar ook aan het icoontje. Dus als het een groene masker, allee, een groen documentje is, dat een factuur. Rood is een kredietnota. En onderaan zie je ook het boekhoudkundig saldo van die klant. Dus klant QD cadeau heeft op dit ogenblik een boekhoudkundig saldo van 3236,75. Dus als ik die beide documenten in mijn overzicht ga selecteren, dan komt me nog te boeken op 0, want nu is mijn boeking in evenwicht. En ik heb eigenlijk twee lijnen, want ik heb zowel een factuur als een kredietnota op die klant afgepunt. En nu zal ik ook mijn financieel document kunnen inschrijven. Ja. Dat zal u misschien een beetje omslachtig lijken, omdat ik nu de meest uitgebreide weg heb gekozen. Dus ik ga even opnieuw inboeken, maar dan ietsje sneller. Dus we selecteren onze bankrekening. Met Alt-E gaan we naar totaalbedrag. Dat is 3236,75. Dus dit is me nog te boeken bedrag. Ik positioneer mij in de kolom rekening. En in plaats van nu dit te doen en de klantrekening te zoeken, ik kan eigenlijk ook rechtstreeks gaan aangeven dat ik naar een bepaalde klant zoek door de letter K in te tikken, dus de K van klant of de L van leverancier. K en dan een stukje van de naam van de klant, bijvoorbeeld QD cadeau of CUL is eigenlijk al genoeg. Dus als ik dan taptoets druk, dan zal ik onmiddellijk openstaande boeking voor klant QD cadeau zien. Dus hij gaat eigenlijk al weten over welke klant dat precies gaat. Als je het nummer van je klant kent, dus klant QD cadeau, dat is bij ons nummer 1. Dan kan je ook gaan zoeken door gewoon K1 in te tikken en dan taptoets. Dan gaat hij ook al onmiddellijk de openstaande boeking voor die klant tonen en die kan ik dan selecteren en overnemen. Een eerste uittreksel is afgewerkt. Mijn boeking is in evenwicht en de juiste verrichtingen zijn afgepunt. Dus er is een koppeling gemaakt tussen de verkoopdocumenten en financieel betekent dat eigenlijk. Ik kan klikken op de knop sluiten, maar het is eigenlijk gemakkelijker om hier opslaan te gebruiken of Ctrl-S. Waarom? Met opslaan zit u onmiddellijk in het volgende uittreksel. En met Alt-E staat u op het nieuwe eindsaldo, want het beginsaldo, dat zal het eindsaldo zijn van uw vorige uittreksel. Dus ik kan denk heel snel naar het nieuwe eindsaldo gaan. En dit wordt dan bijvoorbeeld 3273,20. We hebben een nog te boeken bedrag van 36,45. Dat is eigenlijk hetgeen dat op de bankrekening nu bijgeboekt wordt. En voor financieel document 2 gaat het eigenlijk om zowel een betaling door een klant als een betaling aan een leverancier. Dus we gaan ons weer op een vrije lijn positioneren. We zoeken een klant van Doorn op, dus K en dan van. Taptoets is eigenlijk al voldoende. Klant van Doorn heeft deze factuur betaald. Van 3725,45. Oké. We gaan weer naar een nieuwe vrije lijn. En we zoeken nu leverancier Mebu op, dus L van leverancier en dan MEB of Mebu.
ja, gaat hij ook onmiddellijk de openstaande factuur voor deze leverancier tonen. Dus we hebben hier eigenlijk een aankoop die openstaat voor 3689,27 euro, zoals u ziet, als ik die overneem. Zal ik hier nog een verschil hebben bij nog te boeken van 27 cent. Waarom? De factuur stond open voor 3689,27. Maar als we ons uittreksel bekijken, dan zien we dat we eigenlijk maar 3689 rond betaald hebben aan de leverancier. Dus je hebt dan eigenlijk twee mogelijkheden. U kan manueel dat bedrag gaan overtikken met 3689,00 dan. Ofwel positioneert u zich op de juiste lijn en klikt u op dat plusje bij nog te boeken. En dan wordt dit gedaan. Dus de factuur wordt afgepunt in twee aparte lijnen. Dat is eigenlijk de tweede lijn is het bedrag van de betalingskorting. En die betalingskorting komt ook op een aparte lijn terecht op de 757 bekomen betalingskorting. Dus dat gebeurt eigenlijk automatisch, omdat 27 cent op een totaalbedrag van 3689,27, dat valt binnen de marge van 0,10% die we in het begin van de cursus hebben opgegeven in de dossierparameters. Als dat verschil nu groter had geweest, dan zou Venice eigenlijk eerst aan de gebruiker bevestiging vragen om het te mogen boeken als betalingskorting. Ik had het dus eigenlijk ook als volgt kunnen doen. Dus ik ga die drie lijntjes terug een keer verwijderen met de knop schrappen lijn. Dus we zoeken Mebu op als leverancier. De factuur stond open voor 3689,27. Maar wij hebben maar 3689 betaald. Dus ik ga dit bedrag overtikken. En dat gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Ze wordt volledig afgepunt. En de tegenboeking komt op de 757 bekomen betalingskorting terecht. Als je de historiek opvraagt van die rekening bekomen betalingskorting, dan ga je op bij elke boeking ook kunnen zien van welke boeking dat bedragje precies afkomstig is. Dus hier is eigenlijk een verwijzing naar het aankoopdocument. Ik heb nog een derde financieel document. Die gaan we ook even inboeken. Dus terug voor BNP. Alt-E gaan we naar het eindsaldo. Dus moeten we juist zorgen dat we hier het juiste eindsaldo invullen. Alt-B gaan we naar de detail. Hier gaan we naar de boekingslijnen. Dus onze nog te boeken bedrag moet ook op nul komen. Dat kunnen we doen door de verschillende afpuntingen te maken. Dus we hebben bijvoorbeeld een leverancier die we betaald hebben, bouwmaterialen Willaert. Dus normaal moeten we nog een openstaande factuur hebben. Inderdaad, 102,85. We hebben ook een klant die betaald heeft. Dus we kunnen intikken klant van Doorne. Deze factuur werd betaald. En we hebben leverancier Telenet, waar we twee facturen aan betaald hebben. Dus we kunnen bijvoorbeeld Telenet invullen. En deze twee facturen werden betaald. Dus we kunnen ze allebei tegelijk aanvinken en oké. Venice maakt er automatisch twee aparte lijnen van. Het gaat over twee verschillende facturen. Ons uittreksel is in evenwicht. En we kunnen ook deze boeking hier gaan inschrijven. Ja. Hier heb ik een kolom met het beginsaldo. Zoals u ziet, ik kan daar ook even het eindsaldo gaan bijzetten. Dus financieel eindsaldo documentmunt. Die zal ik erbij plaatsen als kolom. Zo heb je eigenlijk ook een visuele controle dat het eindsaldo van uw vorige uittreksel gelijk moet zijn aan het beginsaldo van het nieuwe uittreksel. Dus is dan eigenlijk op nummer gesorteerd. En dat moet eigenlijk altijd netjes kloppen. Dus ons nieuwe uittreksel moet dan uiteraard ook weer beginnen met het eindsaldo van het vorige uittreksel. Goed, we bekijken dan ook even de afdruk van de btw-hefte. Dat is eigenlijk wel een beetje de belangrijkste lijst. Daarbij als opmerking dat de andere afdrukken en rapporten en lijsten, dat die eigenlijk ook aan bod zullen komen in de vervolgcursus van deze boekhouding 1. Dus we hebben ook een boekhouding 2. Alle rapporten
van de boekhouding, die vind je in de regel terug onder rapporten boekhouding. Dus hier heb je eigenlijk alle boekhoudkundige lijsten en rapporten. Er zijn ook aangiftes en dat is eigenlijk hetgeen dat moet ingediend worden bij de B2B-administratie. Dus daar gaan we eigenlijk de B2B-aangifte hebben, maar ook de intracommunautaire opgave en de BE-listing of de klantenlisting. Dat zijn allemaal zaken die je moet indienen, dus die zitten onder de aangiftes. Maar vandaag gaan we ook even kijken naar de BTW-aangifte. Ja. Ik kom in deze module terecht en heb daar eigenlijk ook verschillende tabbladen, dus de afdruk, de historiek, de parameters van de BTW-aangifte en er zijn ook nog extra parameters, wat je bijvoorbeeld de frequentie al gaat meegeven, of dat u een enkelvoudige aangifte doet of een meervoudige, in het geval van boekhoudkantoren bijvoorbeeld. In de parameters staan er ook een aantal rekeningen, dus dat zijn de rekeningen die gaan gebruikt worden voor het salderen van de BTW-rekeningen. Dus deze rekeningen worden daarbij gebruikt. In de historiek, daar zit je de periodes die al afgesloten zijn. Dus ik heb in mijn dossier eigenlijk al de eerste twee kwartalen afgesloten, zoals je ziet, tot 30/6. En hierbij afdrukken kan ik een afdruk maken van de huidige periode of van de volgende. En als je dan afsluiten aanvinkt, dan wordt de huidige periode die eigenlijk loopt vanaf 1/7 tot 30/9. Dan zal die ook afgesloten worden. En dat heeft dan uiteraard ook invloed op de documenten die we in deze periode geboekt hebben. Want die documenten zullen niet meer kunnen gewijzigd worden. De afdruk van uw aangifte die kan zowel gebeuren op het scherm of naar de printer of naar een bestandje. En samen met de eigenlijke aangifte kies je hier ook wat je precies nog bijkomend wil afdrukken. Dus als je zegt van ja, ik wil eigenlijk gewoon de aangifte zelf afdrukken, dan kan je die bijkomende lijsten gaan afklikken. Dus ik maak even een afdruk van de huidige periode. Dan krijg ik ook terecht de opmerking dat die periode nog niet volledig beëindigd is, want we zijn op dit ogenblik nog maar 15 september, zoals u weet. En ik kan doorgaan. Dus hier maak je dan de keuze afdruk op scherm naar de printer of naar een bestand. En mijn B2B-aangifte, zoals ik die met de boekingen die ik tot nu toe heb gemaakt, dan zal die er zo uitzien. Dan zie je eigenlijk perfect welke vakken al beïnvloed worden. Die afdruk is natuurlijk enkel voor intern gebruik. Ja, mag niet meer zo ingediend worden, maar het is wel een goed controle-instrument. Dus de eerste pagina is de aangifte. Dan heb je de herzieningen en de eindafrekening. Ook de saldo's van de BTW-rekeningen worden hier vermeld. En dan de overeenstemming met fiscaal verkoopboek en centralisatie. Je ziet ook ja, waarschuwingen en inlichtingen. En dan zitten we eigenlijk op de laatste pagina. Als u dan klikt op de knop sluiten, dan krijg je weer de melding dat de BTW-periode nog niet volledig beëindigd is. Maar kan je de periode wel afsluiten? En als je ja antwoordt, dan heb ik nog één iets vergeten. Dan moet er eigenlijk ook een e-mailadres ingevuld worden in de parameters om het XML-bestandje te kunnen maken. Even invullen. Zo, nu staat er een e-mailadres in. We gaan het even opslaan. Dus ik maak een afdruk op het scherm. Ik doorloop alle pagina's. Ik kan ook onmiddellijk naar de laatste pagina gaan. Dan sluiten. Ik bevestig. En dan maakt Finnies eigenlijk een XML-bestand. Dus dat XML-bestand is genoemd naar de periode, dus boekjaar 2022, derde kwartaal. En dat XML-bestand kan je dan uiteraard wel indienen. Dus dat wordt eigenlijk iedere keer bewaard onder het dossiermapje in de subfolder Intervat. En je kunt van hieruit eigenlijk ook de Intervat-toepassing onmiddellijk opstarten om dan dat XML-bestand dat gemaakt werd, om dat te gaan indienen. Als de periode afgesloten is, dan wordt die periode ook in de historiek geplaatst. Dus nu heb ik eigenlijk mijn periodes afgesloten tot 30/9. Vanuit de historiek is het ook mogelijk om met de knop verkennen bijvoorbeeld het divers document te consulteren dat automatisch werd aangemaakt. Dus iedere keer als je een BTW-periode afsluit, dan maakt Finnies een diverse aan, een automatische boeking met de saldering van de BTW-rekeningen en dan wordt het saldo eigenlijk op de BTW-rekening courant geplaatst.
Ik keer even terug naar mijn aan- en verkopen, want nu vallen die documenten eigenlijk in een afgesloten periode, want ze zijn geboekt op 15-9. Dus als ik de documenten probeer te wijzigen of probeer te schrappen, dat zal dat niet lukken, omdat die in een afgesloten BTW-periode vallen. Dus idem voor de verkopen. Ik kan die documenten niet zomaar wijzigen of schrappen, want ze vallen nu in een afgesloten periode. Het enige wat je eventueel nog kan doen, is eigenlijk je werkblad in de wijzigbare vorm plaatsen met Ctrl-W. Zo kan je de vervaldatum nog aanpassen of de opmerking, omdat dat uiteindelijk toch geen invloed heeft op de BTW-aangifte. Maar dat zijn eigenlijk maar beperkte wijzigingen, hè. In het PDF-document wordt onder hoofdstuk 16 ook nog een keer uitgelegd hoe je kan een dossier opstarten in Venice. Dat is eigenlijk voor mensen die met een dossier hebben in een andere applicatie, hoe je er dan best aan begint om die gegevens in Venice over te nemen. Dus je volgt dan eigenlijk best de stappen zoals dat die eigenlijk in hoofdstuk 16 worden vermeld. Dus we maken eigenlijk altijd een vorig boekjaar aan om dan de openstaande documenten en voorschotten in te geven in dat vorige boekjaar. En dan kan je de overdracht doen van enkel die documenten. Dus dat wordt er eigenlijk stap voor stap uitgelegd. Ik wil dan ook even verwijzen naar het programma van boekhouding 2. Dus als u zegt van ik wil me verder verdiepen in Venice boekhouding, dan hebben wij ook een vervolgcursus, waarbij dat we een aantal zaken die we vandaag gezien hebben verder gaan uitdiepen. Ze komen dan een aantal bijkomende oefeningen aan bod, waarbij dat we gaan boeken op meerdere maatstaven, waarbij dat we een percentage niet aftrekbare BTW gaan hebben. Er wordt ook aandacht besteed aan het verwerken van elektronische documenten, dus hoe dat je bijvoorbeeld in de module verkopen UBL-facturen kan inlezen. Bij boeken van financieel krijgen we ook een aantal extra functionaliteiten. Ik heb dat nu eigenlijk beperkt tot de basis, maar we zien dan bijvoorbeeld ook hoe je documenten kan afpunten of opzoeken door te zoeken op basis van bedrag of op basis van OGM-nummer of documentnummer. Dus we gaan er een beetje verder op in. Alle functionaliteiten van de boekhoudverkenner komen aan bod. Dus hoe dat je die boekhoudverkenner kan gebruiken als handig consultatie-instrument. Ook het werkblad met de details van de boekingen en dan hoe dat je van daaruit export kan maken naar Excel bijvoorbeeld. Alle rapporten en lijsten gaan we ook even beknopt overlopen. Dus de balansen, het grootboek, de journalen en het afgrenzen. Dus eigenlijk hoe dat je een bepaalde kost kunt uitspreiden of opbrengst eventueel ook kan spreiden over meerdere jaren. Dat komt ook aan bod in die vervolgcursus. Goed, we komen stilaan op het einde van deze opleiding. Ik kijk nog even naar Laurent als er nog vragen zijn die op dit ogenblik verder... Nee, lijkt niet het geval te zijn. Goed, dan kan ik u enkel nog bedanken voor het meevolgen van deze opleiding en wens ik u alvast veel succes met het gebruik van Venice boekhouding. En ik hoop jullie terug te horen of te zien op een volgende gelegenheid. Dank u wel. Dank u, Filip, voor dit interessant webinar. Zoals gezegd, komen er nog vervolgopleidingen. Je kan je daarvoor inschrijven. Ik heb daar gisteren ook een mail voor gestuurd. Ik ga nog wat blijven hier in de chat voor de vragen die nog zouden binnenkomen. Moest je na het afsluiten van dit webinar nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. support@venicesoftware.be. Hopelijk was het interessant voor iedereen en we zien jullie graag terug in een volgend webinar.